GoPlay Podcast. Ja, aanbeste, het was weer watjes. Hopelijk zit je thuis met de haartjes nat voor je radiotoestel te luisteren. Want achter de schermen is deze week een echte natte haartjes-podcast. En deze week bestaat onze intieme kring uit ten eerste mezelf, het hyperkinetisch opdondertje word ik soms genoemd, Pieter-Jan Marchand. Ja. Minstens even aanwezig hier vandaag is Jeff de Brombeer Bronder. Of zoals men dat in het Frans zou zeggen, je bent vandaag... Présent, monsieur. Présent. Ja, we zeiden altijd vroeger in de les Frans zeggen, trouwens, in het eerste middelbaar. Daarvan als komt je naam dat. Afriepen, zeiden ze, chef Bronder, présent, monsieur. En dan zeiden bijvoorbeeld Gloria Monster en dan zei die... Présent, monsieur. Nee, présente, monsieur. Ah ja, wegens vrouwelijk. Dat haat ik zo'n opmerking. Ja, sorry, dat is een instinkertje. Toch iets bijleren. Je hebt het al een klein beetje weggegeven, ja, sorry. Maar dat deert me niet. Want onze media-insider die deed al de harten van een horde 65-plussers sneller slaan, eerder dit jaar. Maar tegenwoordig is elke zaterdagavond de droomvrouw van meer dan een miljoen mensen. Zeg. Gloria Monseré. Hallo. Welkom. Ja, zeg, wauw. Ja. Ik word er rood van. Daarnaast hebben we ook een A-lister. En dat is een droomman. Maar ook een zanger, een drummer, een gitarist, presentator, acteur, filoloog en theaterwetenschapper. En toch heeft hij nog tijd, zeg, om naar hier te komen. Het is niemand minder dan Bart Peters. Hallo. Hey. Niet achter middenbermen. Niet achter twee dorpskernen. Maar achter de schermen. Achter de schermen, achter de schermen. Oh, dat is heel mooi om te horen. Daarnet vermeldde ik hier ook al dat het een natte haartjes-podcast zou zijn. Voordat mensen denken, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is natuurlijk, Bart, omdat jij dat woord hebt geplucht in de media alvorens de Droomfabriek terugkwam. Hè? Dat is het beeld dat ik altijd had. Ja. Van dat precies kindjes, hè? Ja. Op zaterdagavond eerst in hun bad werden gezet... En dan voor de tv mochten zitten met natte haartjes. Ik had dat zelf in mijn jeugd, ah, ja. Op zaterdag. Ja. Ik zal de podcast hier officieel openen met de officiële openingsvraag. Hoe was jouw week achter de schermen? Gisteren wel ook nog met mijn zaalvoetbalploeg gespeeld, met de meisjes. Ja, de Remy Girls. Afgedroogd. Het was 5-1. Het is ooit 22-1 geweest. Dus verloren ook? Ja. Oh. Jullie, ja. Maar ja, het is vierde klasse, hè? Nee, vijfde klasse. Oh. Het blijft klassen, hè? En jullie zijn afgedroogd geweest. Ja, we speelden tegen FC Klit. FC Klit? Ja. Dat klinkt heftig. Ja, dat is ook heftig. Okay. Ja, maar vrouwenvoetbalploegen hebben zo de booby trap. Het is altijd zo wel een verwijzing naar Racing wij zijn vrouwen. Ja, zo van die dingen. En hoe heet jouw ploeg? Ja, we hebben een brave naam. Wij zijn de Remy Girls. Maar omdat de Remy Girls? Nee, de Remy Girls de Remy-toren in Wijchmaal. Ah, oké. Okay, ja. Dat brengt me eigenlijk een beetje naar het onderwerp dat hierna komt dan. Omdat ik dan altijd vraag aan chef, hoe was jouw week achter de schermen? Ja. Want dat wilden de mensen eigenlijk ook vaak weten. Ja, vaak. Hè? Dat schijnt. Ja. Ik zou denken van niet, maar toch het zo, lijkt toch zo te zijn. Vertel. Wel, ik heb in het kader, omdat ik deze aflevering over de Droomfabriek ga, heb ik in het kader daarvan in mijn agenda gezet om deze week eens te dromen. En ik heb dat dan ook gedaan. Op zaterdagavond, nacht, heb ik dan een droom gehad. En ik ga die hier nu vertellen voor jullie. Ja, graag. Ja. Maar ik moet daar eerst wat voorgeschiedenis bij vertellen. Het heeft wat kadering nodig. Ja, zoals iedereen misschien weet, werken wij voor het bedrijf Play Media. Ik hoop dat de luisteraars dat onderhand hebben opgepikt. Ja, en dat is genesteld op de Haarense Steenweg in Vilvoorde. Daar is de headquarters. Woestijn zit daar ook. En daar is een soort receptieruimte. En dat is een eerder soort bescheiden receptieruimte. Ja. En dat is een toogje. Daar zit één iemand achter. Dat is Astrid van de receptie. Vaak, en twee bescheiden ledschermen waar ze wat trailers van de programma's van onze zenders op zien zijn. Ja. Ja. Dan anderzijds, aan de overkant van het kanaal in Vilvoorde is er natuurlijk DPG Media. Oh, en die receptieruimte is natuurlijk majestueus. Hè? Eerder onbescheiden. Ja, kolossaal te noemen. Ja, heel groot, hoge plafond, gigantische schermen. Shiny floor? Shiny floor. Drie mensen die daar aan de receptie zitten te wachten en dan nog moet je je gegevens ingeven op een iPad. Zo. Ja. En in het kader daarvan was mijn droom. Want ik heb gedroomd dat ik op de Play Media aankwam op het werk en dat plots heel de receptie verbouwd was en gigantisch was geworden. En zowel de vloer, de muren als het plafond waren ledschermen geworden. Maar echt gigantisch. Onze CEO die stond daar zo met een plateautje receptiedrankjes. Huh? En die zei, en chef, wat denkt je? Nu hebben we de grootste schermen uit de Vlaamse media. Oh, ja. En dan moest ik verplicht een shotje tequila drinken van onze CEO Jeroen Bronselaar. Oh. Ja. Waarom vertel ik dat nu? Ik wou eigenlijk eens vragen, hoe is dat zo bij de VRT? Dit is een conversation starter. Dit is eigenlijk een conversation starter. Ja, ik dacht al, waar gaat dit naartoe? Hè? Ja. Okay. Dus jouw vraag is eigenlijk aan onze gasten. Ja? Hoe is dat dan op de VRT, de receptie? Het ding bij de VRT is binnengeraken.
Ja. Dat is waar. Je hebt eigenlijk twee recepties. Oh, ja. De eerste receptie is bij security om binnen te mogen rijden op het terrein. Ah, ja. Hebben jullie daar al van gehoord? Binnenrijden en parkeren op VRT. Ja. Daar schijnt van alles rond te doen te zijn, hè? Dat is echt een soort kweeste. Ja. Echt waar. Vertel. Ja, er is een parkeer-app. De VRT parkeer-app. Omdat ze hebben van alles plat gegooid. Ze hebben ook een parking plat gegooid. Naar aanleiding van het nieuwe gebouw van VRT. Ah, ja. Dus waar we, ja, iets om naar uit te kijken. Ja, zeker en vast. Maar daardoor zijn de plaatsen dus beperkt en moet je op tijd zijn. Dus om de zoveel tijd, om middernacht, gaat er op die app weer een nieuwe week open. En dan moet je dus reserveren op voorhand. Ja. Ah, ja. Maar als het vol zit, is het dus vol. Oké. Okay. Ja. En ik ben een tijdje terug, ben ik echt een half jaar of zo van die app gesmeten. Allee, dat denk ik toch, want ik raakte daar niet meer op. Je hebt een reprimande gekregen. Ik denk dat ik te veel dan had gereserveerd en niet was gekomen, of te lang daar was gebleven, of te laat was binnengereden. Het werkt met verwittigingen, hebben we wel horen fluisteren. Ja, horen waaien. Ja. Hebben dat dus je boekt een slot om te parkeren, maar als je dan niet komt opdraven of zo, dan krijg je een waarschuwing. Ja, en soms, als je dat dan te veel doet, dan moet je even buiten VRT parkeren. Ja. Maar ja, dat ligt heel erg ook aan de persoon zelf. Hè. Ja. Maar dat systeem, op zich wel een goed systeem, maar dat werkt niet altijd even goed tot in de juiste techniciteiten. Ja. De slagboom die niet open gaat. Ja. De nummerplaat dat dan niet gelezen wordt. Dus. Ja. Ik ben onlangs gewoon over de barreel gesprongen. Oh. Ik wist niet dat je dat kon. Want dat is eigenlijk een soort paardenjumping. Hè? Ja. We hadden persconferentie. Nee, dat was echt zwaar. Hè? We hadden promodag. Waanzin. Dat was 150 interviews met filmen enzovoort. Ik dacht, een minuut te laat komen maakt heel dat schema totaal kapot. Ja. En pech met filmen enzo. Maar ik haal het. Ik sta voor die barreel. Okay. En ze zeggen, uw nummerplaat klopt niet. Of je staat niet op de lijst. Op de lijst. Of wat dan ook. Ik ben gewoon over een barreel gesprongen en ik heb mijn sleutels afgegeven aan de mevrouw van de persdienst. Maar het is wel, je zet wel, als ik dat mag zeggen, een roekeloze parkeerder. Hè? Altijd veilig geparkeerd, maar wel op plekken waarvan je denkt... Oh. Is dat een parkeerplek? Ja. Bijvoorbeeld voor de barreel stoppen en daar parkeren, simpel. Is dat een parkeerplek? Het hangt vanaf hoe jij je definities maakt, maar als iemand ergens parkeert, wat is dat dan? Een parkeerplek? Aha, ja. Dat is echt niet waar. Dus voor onze redactie in Leuven staat er soms zo'n fortje daar te staan. En dan denk ik, allee, wie is dat nu? En dan heb ik dus ontdekt, dat is Bart Peters zijn auto. Ah, ja, en dan zag ik die daarna ook eens in een zijstraatje daar, want daar is een gigantische parking daarnaast. Maar dat is wel veel gemakkelijker zo. Maar... dat is ineens gemakkelijk, maar ik heb ook... Allee, als wij nu bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, een gitaar nodig hebben of ander soort trainingspakken of zo, ik haal het gewoon uit mijn auto. Ja, maar dan mag die auto ook niet te ver geparkeerd zijn. Nee. Dat is eigenlijk een showbiz-truc. Maar voor alle duidelijkheid is het dus wel, ook zelf Bart Peters en Gloria Monsteré moeten op de app een... Want je zou dan denken, dat zijn daar de vedetten. Ja, zo'n A-lister parkeerplaats. Die komen via een speciale ingang naar binnen. Maar dat blijkt dus allemaal niet waar te zijn. Nee, jullie moeten ook gewoon niet in de app een plekje registreren. Ja, maar het goede is wel dat bij onder de werknemers van VRT, dat zorgt wel voor wat gezucht. Wel, wij gaan af en toe bij Studio Brussel langs en daar hebben we er ook al eens een verhaal van. Laten we zeggen dat we dit verhaal al meerdere malen hebben gehoord. Nee, maar ja, goed, hè, zo medewerkers die dan hun alarms 's nachts zetten. Ja, om 12 uur. Dat heb ik ook gehoord. Dus mensen die dan eigenlijk 's ochtends op de radio iets moeten doen en die dan hun wekker zetten om 12 uur 's nachts om een plaatje te kunnen reserveren. Ja, die moeten keivroeg gaan slapen omdat die de ochtend moeten doen en die moeten dan echt hun wekker zetten om even wakker te worden om een parkingplaats te reserveren. Ja, zodat ze niet op de gevreesde parking Oost moeten staan. Ja. Want dat is blijkbaar de terrorstraf. Omdat je dan een kilometer en een half moet wandelen. Ja, en dan heb je snel nog een gitaar nodig op die persconferentie. En dan moet je weer terug naar parking Oost. Maar ik heb wel een lifehack. Ja? Er is dus een soort sketchy parking naast de afrit om naar VRT te gaan. Dus van de afrit van de E40. Ja. Als je zo bij Meijzer eraf rijdt, vlak voor RTBF is er een soort sketchy parking waar altijd zo van die... Ja, zijn het takelwagens of zo van die werkmannenbusjes staan? Wow. Of ja, van die nummerplaatloze wagens. Ja, of zo. Er heeft heel lang een half uitgebrande auto gestaan. Dus echt wel een sketchy parking. Maar dat is vlakbij. Dat wordt wel eens de Rimmy parking genoemd. Oké, mooi. Ik ben blij dat we dat bedacht hebben. Dat was toch een goede conversation starten uiteindelijk. De conversation was gestart. En ik ben ook blij dat je ook nog eindelijk een keer gedroomd hebt natuurlijk. Ja, mooi hè. Zaterdag was er de vijfde aflevering van de Droomfabriek 2.0. Gloria, wat is de elevator pitch van de Droomfabriek? In een knotsgekke, waanzinnige, kleurrijke liveshow doen we alles wat jij maar kan durven en dromen.
Met je ogen wijd open, want dat is ook, hè, klaar wakker dromen. Ah, Bart, we hadden het beter aan Bart gegeven, ja, die is beter met woorden. Bart is natuurlijk de zeer ervaren man ook, die op het schip meegaat. Dat wordt sterk overdreven. Ja, moeten we nu alsof lanceren. Ik mij nog alles herinner van de vorige eeuw, dat is niet zo, hè. Feit is wel dat je het toen met iemand anders presenteerde. Gloria was nog onbestaande eigenlijk. Jij was slechts een steelse blik in de ogen van je moeder nog. Ja. Mocht jij kiezen met wie je ging presenteren? Of zeiden ze, Gloria zal het zijn, of het zal niet zijn? We zijn aan elkaar voorgesteld en ik sprong een gat in de lucht. Oh, klopt dat, Gloria? Ik moet zeggen, ja, als er hier gelogen wordt. Dat was wordt, zelfs, hè, nog want... voordat er sprake was van de Droomfabriek. Ja, We waren gewoon allebei gaan brainstormen bij hetzelfde productiehuis. Ja. Van, we willen graag iets doen. En dan waren die zo tegen Bart, ah, maar Gloria was hier vorige week. En dan tegen mij, ja, Bart was hier. Kunnen jullie misschien, willen jullie misschien... Maar dat was dan voor een onbestemd programma. Voor human interest. Dus mensen die eigenlijk geen BV zijn of zo... daar iets mee doen. Bijvoorbeeld spreken, of een wandelingske maken, of een fietstocht, of wat dan ook. En toen dachten ze, maar hey, wat als we die twee nu eens samenzetten? Bij acteurs hebben we hier al geleerd van, als die samen een rol spelen, dan moet eerst een keer een chemistry casting zijn. Zo. Nee, we zijn gewoon begonnen. We hadden ook al, eerlijk gezegd, jarenlang de heilige man Sinterklaas binnengehaald. Ja. In Antwerpen, de grootste liveshow die er jaarlijks is op de VRT. Ja, ja, ja. Alleen... wij stonden dan vaak 3 kilometer van elkaar. Maar dat is ook pingpongen, hè? Dus dat maakt niet uit, hè? Welke afstand dat is, dat maakt niet uit. De reden dat Bart zo ver stond, was omdat hij geen parkeerplaats vond. Dan. Live aan de fort van... Hoe doe je dat bij de intrede van de Sint? Zet jij je gewoon in het midden van Antwerpen? Nee, ik heb dat een paar keer geprobeerd, maar dat is dan slecht afgelopen. Nee, er zijn aan de kaaien wel mogelijkheden. Ja, ja, ja. Ik zit nou ook altijd aan de kaaien. Dat is wel ja, belangrijk dat de luisteraars, want vaak zitten mensen in de auto hier naar te luisteren, ja, nu al denken van waar parkeer ik dan weer in Antwerpen. Aan de kaaien zijn er mogelijkheden. En er zijn mogelijkheden die legaal zijn, er zijn mogelijkheden die illegaal zijn. Maar die we niet per se willen stimuleren, hè, maar wel aanreiken, ja, natuurlijk aan de luisteraars. Hoe lang zijn jullie dan al oorspronkelijk bezig geweest met de voorbereidingen van het programma? Want we zagen beelden van Maanrock, waar dat er huwelijksaanzoeken waren, tijdens een optreden van jou, Bart, in augustus vorig jaar. Was dat de eerste droom die jullie dan al gerealiseerd hebben? Nee, of? Ik denk dat ik in juni de eerste droom heb gedraaid. Of zelfs iets vroeger, want het was nog koud. Maar we hebben het in juni gecommuniceerd dat we het gaan doen. Ik denk dat we dat daarvoor al hadden opgenomen. Bijvoorbeeld dat van die boeren van dit weekend, dat is iets van in juni. Ja, de Diksmuitse boeren met een kinderboerderij die eindelijk op vakantie mochten gaan. Hè? Ja. Dus jullie hadden wel al iets gedraaid voordat jullie dan naar buiten kwamen, naar de pers, op die fameuze persdag daar. Ja. Ja. Hoe is Maaike Kafmeijer dan uiteindelijk nog bijgekomen? Want zij vervolledigt jullie team natuurlijk. Wij hadden het probleem, dat weet ik nog wel uit de vorige eeuw, gaat een telefooncentrale onder leiding van Harry Telafonte. Ja, die mop werkt zelfs al niet, maar ik had vroeger in de vorige eeuw een zanger die heette Harry Belafonte. Ja, 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 ja. En dus de echte telefonist van de VRT, die was blind en die werd genoemd Harry Telafonte. Ja. En die had dan zo 30 mensen en dan zo telefoon, tuk het hem. Ja. Maar dat moet je begrijpen, in een liveshow, mm-hmm, wij doen die liveshow en hoe communiceer je dan met die kijkers? En wie vuurt dat team dan aan? Ja. En dan ineens zeggen ze bij de Chinezen... het productiehuis en niet het volk. Hè? Ja. Nee, ja, nee, dat vind ik zelf ook verwarrend. Ik vraag aan die mensen wel eens, als jullie Chinees bestellen, hoe zeg je dan, lever het maar af bij de Chinezen? En wat zeggen die mensen van de langste muur dan? Ja. Zullen we hierover verder gaan? Nee, maar dus de Chinezen bedachten dan van, oh ja, we hebben daar een persoon nodig die telefoonlijn moet belichamen. En ook omdat wij... elke zaterdag ook nog eens oproepen voor dingen die nog moeten gebeuren, dromen die nog waargemaakt moeten worden. Ja. En dat moet ook gedraaid worden. Ja. En wij zijn natuurlijk, maandag hebben wij een hele dag vergadering over het scenario, donderdag ook, vrijdag hele dag repetitie en woensdag waarschijnlijk ander werk en dinsdag. Mm-hmm. Dus is dat goed dat Maaike er is om ook te gaan draaien gewoon tussen de liveshows om de desbetreffende EFP's te draaien. Hè? Het woord is hier al eerder gedropt. Electronic Field Productions. Een electronic field production, dus een filmpje eigenlijk. Ja. Maar EFP genoemd en dan gaat dan Maaike soms gaan draaien om een droom waar te maken. En nu, begin juli werd aangekondigd dat de Droomfabriek terugkwam en er waren op één dag 2100 dromen binnengekomen. Hoeveel zijn het er uiteindelijk geworden? In de winter was het iets meer dan 10.000. Ja. Maar natuurlijk met al die oproepen van Maaike, dat zijn er ook weer 5.000 of zo dat erbij zijn gekomen. Dus het zijn er wel wat. Zitten daar ook soms zo pikante dromen tussen? Als het pikant is, ik ben een ongelooflijke fan van de mini-dromen. Er was een oudere dame en die ligt in haar bed en die zegt... mijn droom is dat hier, neffe mij, Romelu Lukaku komt liggen voor mijn vriendinnen jaloers te maken. Ik zeg niet dat dat dan helemaal moet uitgevoerd worden, maar het is wel een schone aanzet. Het is op zijn minst mooi om te tonen dat dat haar ultieme droom is. Ja. Is er een droom die veel terugkomt? We hebben kaftjes, hè. Dikke kaftjes zijn iets doen met Camille, iets doen met Aaron Blomhardt, iets doen met Kevin De Bruyne.
Ja? Ja. Vaak ook met geblesseerde rode duivels. Ah ja, omdat ze weten, ja, die mensen hebben toch weinig om handen. Kan er dan maar beter een droom over hebben op dit moment. En ook wel zo, is in de gevangenis, is opgepakt worden, dat vond ik ook grappig. Ja? Ja, zo oudere dames die graag eens zo... Echt waar. Opgepakt. Graag hardhandig opgepakt willen worden. Ja, en dan echt ook in het gevangen, ja, dat is meemaken. Nee, dat is er veel voorkomend iets. Ja. Mensen vragen, is het chef daar nog steeds? Ja. Jazeker, maar je hebt hem iets voorbereid, namelijk een soort van update. Hè? Want we hebben hier vorige week een oproep gedaan. De droomfabriek van de podcastwereld. Vooral dromen voor onszelf dan. Want we zijn hier van plan om een kort film te maken. Ja, een korte film. Ja, een korte film, zoals je dat ook soms omschrijft. Over het reilen en zeilen achter de schermen van de Vlaamse media. En dat doen we samen met het Was Weer Watjes, onze luisteraars. En vorige week hebben we hier een oproep gelanceerd. En waar we op zoek naar locaties, budgetten en alles wat we kunnen gebruiken om deze film te maken. En Jeff, je bent als onze versie van Maaike Kafmeijer aan de slag gegaan. En je hebt heel wat... Nu kom je zo binnengedraaid. Voor mensen die luisteren, je imiteert nu Maaike Kafmeijer een beetje. Ja, ik heb massaal veel mailtjes binnengekregen. Goed, ja. Ik ga nu terug mezelf zijn. Ja, het was wel geloofwaardige wijze. Ja, dus we waren op zoek naar inderdaad wat locaties en wat hulp van Het Was Weer Watjes. En er is ook een aanbod uit de onderwereld en iets specifieker de ondergoedwereld. Want Marlies van Dag en Nacht Lingerie te Langemarkt laat weten bereid zijn om iets van lingerie te voorzien voor de acteurs. Alle maten en vormen, iets braver als ook het pikantere werk. Oh, wel interessant, van Marlies van Dag en Nacht. Van Dag en Nacht Lingerie in te Langemarkt. In te Langemarkt, ja. Goed, ja. Geen verwijzing naar een lingerie-item natuurlijk. De Langemarkt. De Langemarkt, ja. Ja, nog een mailtje, bijvoorbeeld. Ik ben zaakvoerder van Vekemans in Lommel, een van de grootste feest- en verkleedwinkels van Nederland en België. Samen. Wij leveren al heel wat kleding voor films, series en toneelstukken. Ja. Met een verhuurcollectie van meer dan, en hou je nu vast, hè, 60.000 kostuums zullen jullie zeker iets vinden dat in jullie kokertje past. Ah, ja. Met vriendelijke groet, Bjorn Vekemans, zaakvoerder van Vekemans Feestwinkel in Lommel. Hé, hoe tof is dat? 60.000 stukken. Mijn fantasie slaat op hol, hè. Ja, natuurlijk. En we zijn er met 60.000 mensen. Dus dat zijn al een paar heel goede commerciële voorstellen, vind ik. Ja. En we willen graag nog wel wat meer input. We gaan natuurlijk die voorstellen wat verwerken. Afhankelijk van het script moeten we zien wat we nodig hebben. Daar zijn we nog altijd aan bezig, hè. En dus we willen eigenlijk nog meer input. En de volgende opdracht die ik zou willen geven aan Het Was Weer Watjes. Ja. We hebben natuurlijk de casting en de rolverdeling in onze film, die ook nog te bepalen is. Ja. Mevrouw Bongers, dat is onze baas, onze programmadirecteur bij Play Media. De onverbiddelijke programmadirecteur. Ja, Annick Bongers. Annick Bongers wordt ze ook soms genoemd. Ja. Maar wij moeten mevrouw Bongers zeggen, tot nader order. Ja. En die zou mogelijk gespeeld worden door Erik van Looy met pruik. Ja, dat heeft hij zelf ook voorgesteld. Hè? Heel geloofwaardig. Ja? Erik van Looy met pruik, heel geloofwaardig, denk ik. Want ik heb er geen bewijs van. Nee, want dat is dan zoiets, dan heb je Erik van Looy nog nooit zo gezien en dan kan dat zo op HLN staan. Zo zag je Erik van Looy nog nooit. Ideaal! Dat is toch een perfecte titel. Weer een artikeltje. Want je moet toch altijd op zoek gaan naar die artikeltjes. Hè? En dan is er natuurlijk de vraag, wie moet Pieter Jan spelen? Moet je kunnen zingen? Is het een musical of is daar nog niet? Want dan is Jelle Kleijmans wel heel handig, hè? Ja, we hebben zelf ook al gedacht aan Jelle Kleijmans. En hebben jullie niet wat dezelfde hoogte? Ja, vergelijkbaar. Toch? Ja. Zelfde seksappeal ook een beetje. Ja, vergelijkbaar seksappeal. Ja, en dan is er nog de rol van meneer Parmentier. Dat is een belangrijke decision maker binnen DPG Media. Jullie kennen hem? Davy Parmentier. Meneer Parmentier noemen wij die stevast. En die zou mogelijk ook een rol krijgen in de film. En ook daarvoor zoeken we nog een acteur om hem te spelen. Ja. Maar dus we zoeken eigenlijk acteurs. Laat ons weten wie moet spelen. Ja. Argumenteren het een beetje. Ja, dat we het hier kunnen voorlezen ook. Ja. Het houdt niet op, chef. Ja, er is nog een bijzonder bericht en die stuurt... Hey toppers, ik ben reeds 15 jaar uitbater en eigenaar van een publieke sauna in Torhout. Als jullie in een saunacenter willen draaien en die gebruiken als locatie, zijn jullie altijd welkom. Vermelding van naam en reclame hoeft zelfs niet, hoor. Oh. Ik vind het gewoon heerlijk om naar jullie te luisteren en het zou me plezier doen jullie te helpen. Nog een fijne avond. Matthias van, ik ga toch vermelden, Caldare Sauna en Wellness te Torhout. Wauw, hoe lief. Dat is natuurlijk niet toevallig dat mensen uit de wellnesswereld naar ons sturen, want sinds kort hebben we hier eigenlijk een soort spin-off en dat noemt Achter de Termen, waar we achter de schermen duiken van bekende termen en wellnesscentra. Ja, we vragen daar niet naar, maar al onze gasten vertellen spontaan over hun wellnesservaringen. Ja, zo is Average Rob, die heeft hier opgebiecht dat hij al te bekend is geworden om naakt te flaneren in de wellness-termaai te Grimbergen. Tine Embrechts, die kwam uit de kast als grote fan van naakt wellnessen in Eliza in Dilsen-Stockholm. Ja. En ook actrice Anne Milder bekende dat zij en haar lieftallige Filip Peters af en toe begluurd werden in de wellness. En zelfs richting
Ja, de Down Under. Ja. Ja. Ik heb daar een goede oplossing voor. Ja? Namelijk in de wellness jezelf laten verfilmen, vooral in de sauna. Dat lukt niet, want je lens dampt aan. Ah, ja. Dus dan is alles opgelost. Dat is een flow artistiek, jongen, dat kun je niet geloven. Ah, ja. Ik heb alles al ooit meegemaakt. Hè? Ja. Dat is wel echt waar. Dat hij alles ooit heeft meegemaakt. Ja. Ja? Dat is zo, dan zeg je zoiets en dan zeg je zo, ja, wie heeft dat nu meegemaakt? Dan is Bart zo, Bart? Ah, ik heb ooit wel eens in 19, blieblablue. Ja, wat is zo hetgeen wat jij hebt meegemaakt dat we amper zouden geloven? Oeh, ja, we moeten in de wellness blijven. Hè? Ja, in de regio wellness. Ja, ik ben leeuwentemmer geweest. Ik ben leeuwentemmer geweest. Ja. Oh, dat zit hem in de regio wellness wel, ja. Nee, spijtig genoeg niet, omdat in de leeuwentemmerij, dat was toen nog ook in de vorige eeuw, je had het Vlaanderen Vedette Circus. Hè. Ja. En dan ben ik op studiereis geweest naar Duitsland en ik heb daar bij Tom Diek leren leeuwen dresseren. Overigens auf Deutsch, want die leeuwen verstonden alleen Duits. En dan op den duur kon ik leeuwen temmen en die door zo'n vuurhuppels laten springen enzovoort enzovoort. Een week later is een echte leeuwentemmer besprongen door zijn hoofdleeuw, ja, omdat hij dronken was en hij leek niet meer op zichzelf. Dus dat kwam eigenlijk allemaal wel vrij nauw. Maar dus, spijtig genoeg, bij de leeuwentemmerij, daarom is dat ook afgeschaft, werd er met de wellness van de leeuwen geen rekening gehouden. Ah, ja. Dus terug over naar wellness. Ja. 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 Kun je eerst nog vragen, was dat voor een programma of was dat gewoon in je vrije tijd? Dat was voor Vlaanderens Vedette Circus 1988. Staat het nog op VRT Max of is het echt in de analen verdwenen? Ik heb geen idee en ik wil het zelf niet zien. Oké. Ja. Ja. Ik heb wel nog een oproep voor de luisteraars. Ja, mag dat of niet? Ja, zeker. Het is ook in de categorie dierenwellness. Ja. Dus Bart heeft me ooit een verhaal verteld dat hij ooit in een show in Nederland, denk ik, in een soort dikmaakpak zat. Ja. En dat dikmaakpak was opgevuld met echte slangen. Namelijk? Boa constrictors. Hij deed een act op podium en hij werd steeds magerder en magerder, want die boa constrictors die kropen daaruit. Ja. Dus mijn oproep is, kunnen jullie dat alsjeblieft zoeken, die beelden? Ah ja, en bezorgen. Een Nederlandse show. Nee, dat was Radio Freedom vanuit Carré. Dat was live op de VPRO. Alleen in Nederland waren ze al vroeger woke dan hier. Dus ik kreeg dan de volgende dag van collega's en zo hele heavy telefoons van Bart... Dat doe je niet. Oh. Terwijl ik heb met die boa constrictors gesproken achteraf. Er was niemand kwaad. Anders hadden ze me wel gewurgd. Ja, apology video opgenomen. Ah, ja. Voor de community. Dat waren misschien boa constrictors van DV Parmantier. Die burgcontract kon aan. Ja. Nee, sorry, jullie zijn nu heel rustig daaronder, maar dat is toch een zot verhaal. Nee, dat is een waanzinnig verhaal, ja, inderdaad. Het was echt heel esthetisch, dat moet ik wel zeggen. Beyond showbiz. En vooral, en dat was een onbewuste grap, we gingen dan weg en we hadden één boa constrictor laten liggen. En dan daarna kwam er een zangeres die toen heel beroemd was in Nederland en die was echt niet blij, want die boa was dan weer geïnteresseerd in haar en zo. Ah, ja. Heel tof. We zitten hier nu eventjes in achter de termen. Ja. Zijn jullie into the wellness? Ik ben wel into the wellness, maar zo eerder, ik krijg wel graag zo eens een massage. Ah ja. Ik was op vakantie in Portugal in oktober en in ons hotel had je dus de mogelijkheid om een massage te laten doen. En dan twijfelt Gloria Monsere geen moment. Maar ik vind dat dus soms ook moeilijk, want ik kan dat bijvoorbeeld niet samen met mijn beste vriendin doen, want dan zouden we heel erg moeten lachen. Ah, ja? Omdat ik dat heel grappig vind. Ik weet niet of dat iets algemeen is, want ik heb dat dus nog maar één keer meegemaakt. Hè? Want misschien is dat een eeuwenoud gebruik, maar ik vind dat die zo grappig spreken tijdens een massage. Ah, ja. Is it okay? Do you like it? Yes. Ja, ik moet niet zeggen, ik heb het ook wel ooit een keer gehad. Dan was ik in Italië, in een rustig massageruimtetje, met zo'n muziek die speelde. Ja, zo'n harpje zo. En je ligt daar zo omgekeerd met je gezicht in zo'n gat naar de vloer te kijken. Zo, lekker te ontspannen, terwijl je gemasseerd wordt. En opeens kwam die dicht bij mijn oor en vroeg die... Can I touch your hair? Omdat dat blijkbaar gevoelig ligt bij sommigen, dat niet iedereen zijn haar wil aanraken. En die massage, is dat dan zo een full body-to-body massage? Ja? Maar body-to-body, dat hoofdstam ik niet zo goed. Maar wel een full body-massage. Ja, body-to-body is masseren met de body, de body. Ja. Nee, ken je niet body-to-body massage? Nee, maar dat in is natuurlijk... doen we dat echt alleen met carnaval of gewoon door het jaar ook? Altijd? Alleen met carnaval, alleen niet. Ah, oké, sorry. Dus ongeveer 362 dagen in het jaar wel. Mag ik nog even zo'n wellnessmoment sharen? Mm-hmm. Mijn vrouw en ik gaan naar de yoga. Oh. Dat is een beetje raar. Je doet van die uitrekoefeningen, en dat deed de krijger en de kaars en de whatever. Ja. Maar het wonderlijkste moment is, tenminste bij mij altijd, ik ben geen geweldige inslaper, maar daarna, je mocht even relaxen, dan val ik altijd in slaap. Ja. Maar dat blijkt niet de bedoeling te zijn. Nee. Want dan zijn de volgende mensen voor de yoga al aan het aanschuiven. Ah. Dus eigenlijk, dat is wel raar natuurlijk. Dat Bart Peters daar ligt te slapen. Ja. De volgende keer als je hem ziet liggen, fluistert even in zijn oor. Can I touch your hair?
de schermen. We zijn beland bij het mediageheim. Klopt. Wordt ons steeds verteld door de Media Insider. En dat is deze week nog steeds Gloria Monsere. Ik heb er lang over nagedacht, mm-hmm. want ik vond het een heel spannende opdracht. Ja. Maar ik ga gewoon het meest recente verhaal, Jouw meest recente geheim. En ik hoop dat ik daar niemand mee tegen de borst stoot. Heeft het iets te maken met full body to body? Wel, het is wel, ja. Een beetje. Ja. Een beetje. Okay. Dus ik ga het verhaal vertellen van hoe Aaron Blommaert, die te gast was bij ons, bij de Droomfabriek. Ja. Met snor. Bijna als Freddie Mercury. Ja. Die was te gast bij ons voor de Droomfabriek en die zat in zijn loge te wachten. En opeens begint er pipi te druppen vanuit het plafond in zijn loge. Eerst lichtjes druppen. In welke mate waren jullie ervan overtuigd dat om pipi ging? Het was echt pipi. Ja, dat rook en jullie. Wiens droom was dat? Je kon het ruiken, je kon het zien. Het was geel en dat drupte, ja. Maar dat werd steeds harder. Oh, wauw. En dat was echt een straal pipi uit het plafond. Echt van een volwassen man met nog een hele goede prostaat, zou je kunnen zeggen. Ja, sterker nog, de publiekstoiletten waren boven de kleedkamer van Aaron Blommaert. Oh. Dus één man, ik zou zeggen, een publiek. Een publiek. Een publieks bezoeker met een stevige plas. Begint te druipen uit het plafond te stromen. Maar wij moeten beginnen met deel 1. Ja, dus Aaron Blommaert uit zijn loge, met natuurlijk het team, het management. Ja. Oh ja. Even de show doen. Ze komen terug, dat is nog altijd bezig. Een gigantische plas hebben die moeten verhuizen. Oh. Ja. Omdat dan Aaron Blommaert, natuurlijk rising star, die zegt, dit kan niet. Dit gaat te ver. Dit gaat te ver. Ik heb al veel over mij gehad, maar... Nee, die is er nog wel sportief mee. Ja. Wij waren harder geschrokken. Ze waren zo, we zullen ons in die loge daar dan zetten. En ik dacht, maar er heeft net bijna iemand op jullie hoofd geplast. Wij dachten, we zijn onze Freddie Mercury kwijt. Jullie dachten, die gaan nog weigeren op te treden. Ja, dat wordt een heel gedoe. Best off, inderdaad. Maar zo is hij gelukkig wel niet. Ah, toch niet. Nee. Maar het is nu wel, denk ik, geplaatsterd dan of zo. Want Is het opgelost? Jeroen Neus en Niels de Stadsbader hebben ondertussen... Die zijn langsgekomen met een emmertje plaasteren. Je hebt ook mensen die daar helemaal niet gevoelig voor zijn, voor urinedouches. Ja. Misschien heeft die Jeroen Neus wel zoiets van... Interessant. En mooi mediageheim. Ah, bedankt. Maar wie zou je daarmee kunnen tegen de borst stoten? Ik weet niet, de bazen of zo? Omdat we de plafonds... De plafondverantwoordelijke. De dienstplafonds van de WT. Dat is de belangrijke dienst. Sorry, aan de dienstplafonds. Ja, met subdivisie de glazen plafonds. Maar er is dus pipi, dus ga eens kijken in die loge 5. Dat betreft de loge, ja. Ongelooflijk. Je luistert nog steeds naar de meest speelse mediapodcast uit het Vlaamse gewest. Achter de schermen. Ja, we zijn er nog steeds met het showbiznieuws. Oh, want daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Het evenement van het afgelopen week was natuurlijk het huwelijk van Reginald Pengsten en Christel Hubeny. Daar was heel veel volk op aanwezig en het menu was ook duidelijk, las ik in een gazet van Antwerpen. Het was champagne, cake en canapés. Canaps? Cannabis bedoel je dat? Nee, het is canapés. Canapés? Dat is een soort hapje. Goed, stond. En dat was... dat is voor rijke mensen, toch? Dat klinkt zo. Rond champagne, cake en canapés. Canapés. Dat is wat er tussen 4:30 en 6:30 op het programma staat. Regis vriend en zanger Jaap Reesema houdt het wijselijk bij watertjes. Ik moet mijn stem sparen voor mijn optreden tijdens de ceremonie. Kathleen Aerts gniffelt en verklapt dat zij vroeger wel al eens een glaasje gedronken heeft voor een K3-optreden. We waren toen nog jong, hè? Vertelt de voormalige zangeres met een lach. Oké. Okay. Belangrijk. Ja, dat is zoveel openheid, zoveel informatie. Ja. En daar komt natuurlijk ook de vraag bij: hoe gaat het dan eigenlijk zo bij zo'n live show? En de Droomfabriek wordt dan ook al. Drinken jullie al zo'n keer een shotje tequila voor? Nooit. Nee. Niets. Nooit is een shotje tequila. Nooit. Maar Bart en ik zijn wel daarin wel echt hetzelfde. Professioneel. We zijn wel zo van watertje, theetje en dan. Doei. We zijn ook altijd snel weg, hè? Wat je snel noemt. Misschien ben ik gewoon snel weg en denk ik. Nee, hij is altijd heel snel weg, want zijn wagen staat veel dichter bij die van u natuurlijk. En hij staat er op die lusje parking nog. Ja. Hij moet daar nog. Hij moet een paar drugsdealers. Een paar bouwvakkers ontwijken. Die, En een afgebrande wagen aan de kant. Ja, maar gelacht. Ja. Ik zal eens foto's sturen. Dus stuur maar van de schimmige parking. Van de schimmige parking. Nee, dus dat verloopt allemaal professioneel bij niet zoals Kathleen Aerts, die vroeger zeg wel eens. Ja, toen ze nog jong was. Ik heb nog een mediageheim over Kathleen Aerts. Hopla, ik hield er maar bij. Dat wil ik weten. Ik heb het nog nooit eerder verteld. Oké. Daar hadden we van. Kathleen Aerts heeft mij ooit op de mond gekust. Oh. Ja, in bijzijn van Herman Brusselmans en Kim van Onsen. Dus
Omkadering. Omkadering. Ik denk 3 jaar geleden. Mm-hmm. Er was zo'n programma Waar het durven of doen. Op VTM. Ja, ja. Het zomerprogramma. Het zomerprogramma. Ja. Ja, ja, we herinneren het ons allemaal. Dat was een van de eerste dingen dat ik zo deed. Ik was net kidnetrapper. Ja. En ik dacht, gezellig etentje met andere mensen uit het medialandschap, uit de showbiz. Ja. En dan wordt er ook een spel gespeeld. Oké, superleuk. Dus ik kom daartoe, ergens in Bruggen in een huis. Dat was dus met Herman Brusselmans, Kim van Onsen en Katheen Aerts. En we zijn aan het eten en er wordt een verhaal verteld. Maar ik was echt super ongemakkelijk, nieuw en 18 of zo. Snap je? Gewoon echt. Maar ik denk dat het belangrijk is voor het verhaal dat je zegt dat je 18 was, niet? Ja, ja, zeker. Ja, dat is wel meerdere jaren. Geen 17, hè? Nee. Ja, goed, ja. En er wordt een verhaal verteld over een musical, Sneeuwwitje of zo, waar er moest gekust worden. En opeens moest dat even gedemonstreerd worden. Maar ik ben gewoon aan het luisteren. We hadden al zo'n vlugel moeten drinken, dopje op onze neus. Was al een heftige avond. Ja, de YOLO. Kathleen is aan het vertellen en ik denk gewoon, ik zit naast Kathleen van K3. Je zat met open mond te luisteren en je dacht... En Kathleen was zo, en dan opeens moet ik die prins kussen. Mwah! Die kust mij helemaal niet erg. Hè? Ik bedoel, graag gekust worden door Kathleen van K3. Ja. Maar dat was wel echt een van de spannendste momenten in mijn carrière tot nu toe. Wow. Ken jij de roots van die opdracht? Nee. Dus ooit bij Studio 100 was er een musical en die heette, je raadt het nooit, Sneeuwwitje. En Sneeuwwitje werd gespeeld door de fantastische zangeres Sanne. Van veel te mooi die, hè? Mm-hmm. En ineens... Bij de generale repetitie verbiedt haar man, Erik van Eijgen, er zal niet gekust worden. Ja, maar... dat was het verhaal. Dat is het verhaal. Dat is tot op CNN geraakt. Davy Gillis was de prins, denk ik. Ja, Chris van Tongelen. Een van de Romeo's. Ja. De naam klopte beter met Chris van Tongelen, want die mocht niet. Tongelen, dat mocht niet. Hè. En dat was een hele hetze rond. Hè. En Kathleen Aerts heeft haar dan vervangen uiteindelijk. Ja, inderdaad. En zij mocht wel kussen. Ja, zij deed het. En je demonstreert daarna nog eens bij mij. En zij kuste met één derby, ook met jou. En dat zachte lippen, of? Ik denk dat ik zo geschrokken was en flabbergasted gewoon, dat ik het niet meer weet. Oei. Maar het was niet onaangenaam. Nee. Nu, het was een geheim, maar het was natuurlijk ook wel op tv te zien waarschijnlijk. Toch? Ja, maar, maar ik denk het dus niet. Ah, dat heeft de kut niet gehaald. Ik denk het niet. Omdat ze dachten, te raar. Ik weet het niet. Een raar moment, knippen we eruit. Ja. Of weggeknipt naar iemand anders die ernaar keek. Naar Herman Brusselmans. In TV-familie, want ik ga nog een beetje verder met het showbiznieuws. In TV-familie vertelt zangeres Loredana over haar nieuwe single, maar ook over haar allergieën. Trekt ze alle registers open. Okay. Ze vertelt, ik verdraag geen melk of ananas. En van sesamzaad krijg ik maag-darmklachten en ook allergische reacties. Als ik steenfruit eet, begin ik te hoesten of te kuchen. En chocopasta van Nutella, dat is om problemen vragen. Dan krijg ik last van ademnood en huiduitslag. Zelf als ik amandelen ruik, krijg ik al geen lucht meer. Och, garme, Loredana. Dat is wel een hele race. Maar... Til al die dingen bij elkaar op als fysieke kenmerken en je krijgt gewoon de melodie van She's After My Piano. Dat is echt waar, dat is daarom. Als al die allergieën er werkt in één lied. She's After My Piano. Schoon dat. Zo werkt muziek. Ik hoorde, dat steenfruit had ik gehoord, maar die melkallergie had ik niet herkend in de melodie. Zijn jullie into allergieën? Ik krijg soms rode vlekken na een bad. Dat is omdat ik altijd vergeet dat je moet oppassen met zeep op je gezicht. Ja, echt? En dan kijk ik, rode vlekken. Ja. Ah. Maar dat is nu niet zo erg. Daar heb je geen nummer over. Nee. Ja, maar gewoon rode vlekken. Na een bad. Rode vlekken, na een bad. Ja, het is me wat. Ja, het is ik heb het gehad. Nu, jingle. Op een jingle drukken. Ja. Maar het is steekt al lang. Je hoorde het dat hij anders klonk, hè? Want Bart Peters heeft er zelf opgedrukt. Maar eigenlijk wist Bart Peters niet dat hij op een ander knopje moest drukken, omdat we nu naar een ander segment gingen eigenlijk van de show. Maar ik wil eens nog één ding vertellen over Bart en Jinglebakken. Nog één ding over Bart en Jinglebakken. En dan stop ik. Ja. Jinglebak. Dus we hadden zaterdag generale repetitie. Oh, en zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien, in de aflevering van de Droomfabriek zaterdag, was dat er een jongetje was die een droom had dat met kermissen te maken had. Juist, ja zeker. En we hadden ook van onze regisseur een jinglebak gekregen. Ja, dat was een jongetje die wou graag een attractie besturen. Ja. En zo, hey, let's go. Inderdaad. En tijdens de repetitie werd er dus de hele tijd op dat bakje gedrukt. Oh. Dus er waren cameraposities aan toe en dat ging zo, oeh la la. En dan werd er gezegd vanuit de regie tegen onze opnameleider, kan Bart stoppen. En dan was Bart zo, ik doe niks. En dan was dat jongetje, dat werd toch gefluisterd door Bart dat jongetje erop aan het duwen was. Maar of was het een jongetje in mij, dat kan ook geweest zijn. Dat denk ik ook. Een klein jongetje in u. De kleine Bart Peters is heel blij altijd met jinglebakken. Dus het is goed dat hij aan de overkant van de tafel ligt. Ja, dat hij niet de insider is. Uw jinglebak steekt mijn ogen uit. Ja.
Nu, alleszins, over die jinglebak gesproken. Ik ga een volgende jingle aansturen en laten beginnen. Maar dat is een speciale jingle die gemaakt is voor ons. Ja. De fameuze jargonwagon, waarbij wij telkens termen uit de tv-wereld uitleggen en leggen in onze jargonwagon. En dit is de jingle die... Gemaakt is door een van de Twasfeerwatches. Ja. Welkom bij de jargonwagon. Waarom is het zo treinig? Nu begrijp ik het. Ja, nu begrijp ik het. Jargon Wagon is natuurlijk gemaakt door luisteraar Robin Bastaans. Ja. Maar, die is uitgekozen tussen een massale inzending van twee inzendingen. Ja. Was dit de allerbeste? Ja. Okay. Maar het was toch de beste? Het was wel de beste. Maar nu hebben we een beetje vervelend nieuws. Oei. Want we hebben deze week toevallig een derde inzending binnengekregen. Ja, buiten de tijd, maar we keuren het goed. We hadden eigenlijk al zo afgeklopt van dit wordt hem dan de komende 20 jaar. Maar nu hebben we een andere binnengekregen. En het is echt schoon. Voetend dat we het moeten toegeven. Is hij beter? Maar we kunnen vragen aan onze gasten. Is hij beter? Mogelijk beter. Dit is de mogelijk nieuwe jingle. Tali, testimonial of synopsis. Zij weten waar het is. Hier komt de jargon, jargon. Ik krijg er kippenvel van. Wauw. Zijn jullie zeker dat dat niet heimelijk de nieuwe single van Lies is? Ja, dat zou Lies. Dat zou echt kunnen, hè. Ja. Ik zal hem nog eens laten horen. Tali, testimonial of synopsis. Zij weten waar het is, hier komt de jargonwagon. Ik denk dat die bijna 100% goed is, maar dat daarna nog zo'n treingeluid moet. Ja. En dan is het klaar. Maar dat kunnen wij nu, zijn we wel technisch onderlegd genoeg om dat ook nog toe te voegen achteraf. Hè. Ah, dus gaan we deze dan vanaf nu gebruiken? Ja. De eerste was ook een hele goede, Robin heeft dat goed gedaan. Maar ik denk toch dat de tweede harder binnenkomt. Ja, en dat is belangrijk bij jingles, dat die binnenkomt. Ja, absoluut. Oké, het is besloten. Sorry, Robin. Alleszins, in deze rubriek legt onze A-lister altijd een bepaalde technische term uit. Ja? En natuurlijk is hier aan tafel niemand zo technisch onderlegd als Bart Peters. Die je hebt het niet zien aankomen. Dat heb je niet zien aankomen. En je mag ook een term voorleggen en uitleggen. Oké. Okay. Ja. SVO. Oh, de fameuze SVO. SVO. Dus toen ik begon in televisie, was in 1971, dan was er soms sprake van ondertiteling. Sterker nog, je had ook een afkorting daarvan en dat was OT. OT, ja. Als ik in Nederland ging werken, dan werd er wel eens gesproken over subtitles. Nederlanders doen heel graag Engels subtitles. Maar dat gaat uiteindelijk gewoon over de woorden die je uitspreekt. Hè? Dat is nog niet waar we naartoe willen gaan. Hè? Goed, dat zijn gewoon ondertitels. Maar het kan ook zijn, bijvoorbeeld vrtmax.be/doe mee. Dat kan ook. En dat dat dan in letterschrift eronder komt. Dus de laatste jaren, misschien de laatste 30 jaar of zo, noemen ze dat SVO. Ja. Waar staat dat voor? Schriftvormer. Ja. Je weet, ik sta zot van research. Ja, en ik heb dus research. Research gedaan. En dat is dus een term dat al heel lang gebruikt wordt. Mm-hmm. Want ik ben weer eens in de analen gedoken. Oh, inderdaad. Met analen met dubbele natuurlijk. En deze keer in de analen van de BRT. En in het BRT-jaarverslag van 1979 las ik het volgende. Om tijdens de uitzendingen aan de kijkers gemakkelijk de namen van artiesten, presentators en interviewers te kunnen meedelen, werden de productiestudio's uitgerust met elektronische schriftvormers. Oh. Ja, dat zijn dus eigenlijk een soort bakjes die in de technische ruimte van een tv-uitzending staan en die er eigenlijk voor zorgen dat als ineens Bart Peters de studio komt binnengewandeld met een pak vol slangen, dan kunnen ze daar zo een soort titeltje opzetten dat daar staat. Bart Peters. Met pak vol slangen. Maar dat was natuurlijk een pre-digitaal tijdperk, dus daar hadden ze een machine voor om dat te doen. Dat werd dus allemaal live gedaan met een echte machine die de SVO op het scherm zette. Ja. En in het jaarverslag van 1978 stond al dat de BRT een offerte had aangevraagd voor een schriftvormer in het Amerikaanse theater. Zelfs. Oh, ja, het Amerikaanse theater, Bart, dat ken jij natuurlijk. Sommige luisteraars zullen zeggen, wat? Een Amerikaans theater? Zo ver? Maar dat is niet zo ver. Hè? Nee, dat is door de Amerikaanders gebouwd bij Expo, ik denk, 58. Ja, dus onder maar de slagers te staan, maar ik vermoed dus 58. De Amerikaner heeft dat samen met het Japanse torentje, dat dan wel door de Japanners, achtergelaten op Expo 58. Ja. En daar werd vroeger de droomfabriek gemaakt. Ja. Het plafond was daar te laag. Dat je denkt, die Amerikanen hebben ook niet alle wijsheid in pakken. Weer die kritiek op die plafondbouwers van de VRT. De Amerikanen. Dus die Amerikanen hebben ook problemen met hun plafonds. Toch. Het was dus inderdaad de expositieruimte van de Amerikanen tijdens de Expo 58, die omgebouwd werd tot tv-studio voor de VRT. En lange tijd voor legendarische shows zijn daar opgenomen. Ja. Maar met te laag plafond horen we nu hier voor het eerst. Ja, inderdaad. Dat was toen ook live? Het
Totally Live. Totally Live. Ja, die, zoals nu, ja. Waar wordt het dan nu opgenomen? Werd hier al gezegd? Studio 5. Studio 5. Dat is eigenlijk dezelfde studio als de dag van vandaag. Aha. Oh. Want op zich wordt er niet meer zo heel veel nog op de VRT zelf opgenomen. Mm. De sport, het weer. Ja, ja. En alle nieuwsprogramma's. Maar alles veel van Ketnet. Ah ja. En dan die quiz, de dag van vandaag. Mm-hmm. Ik weet niet, eigenlijk nog wel veel, toch? Al bij al veel, maar ik had het dan meer over de entertainment sector. Zelfs de eerste aflevering van dit seizoen van Achter de Schermen. Is eigenlijk ook op de VRT opgenomen, dat is waar. Maar ik vraag me dan af, bij zo'n live show, hoeveel is er super hard gescript en hoeveel wordt er nog geïmproviseerd en graag uitgedrukt in procenten? Als je het bekijkt, gewoon puur de inhoud. Hè? Dus als we los, alleen wegblijven van camera, licht en posities, mm-hmm. hè, van alle technische, ja. Puur de inhoud staat 50% vast, dat is ons houtskelet, dat is onze structuur, dat we weten, dan Jacqueline, dan gaan we naar Thibaut, dan gaan we naar Maaike, dan gaan we naar de boeren. Ja. Maar daarbinnen doen wij meer en meer wat we voelen en wat we willen. Alleen dat is sowieso al. We hebben onze autocue om de structuur van de show te blijven hebben. Want jullie repeteren het wel degelijk. Jullie zeiden daarnet al met de kermisgeluidjes. Jullie repeteren het wel heel strak al vooraf. Dat is voor het licht. Bij onze posities, dat is een hele technische repetitie. Ah ja, want dat is eigenlijk een soort van choreo hè, die jullie ook moeten doen. Dus jullie, waar jullie staan, waar jullie naar moeten kijken. Dat heet posities innemen. Ja. En dan hopen dat je s'avonds nog weet welke posities dat zijn. En wat we ook niet mogen vergeten, dat is echt heel belangrijk, er zijn ook cue lines. Dus voor het instarten van filmpjes live, dat komt heel nauw, moet je je heel precies aan de cue line houden. En ineens zeg je, en nu maakt Great Dirty Dancing Great Again. Dat stond niet in het script, dat is dus een andere cue line. En dan moeten ze denken, wat bedoelt hem? Ah ja, dingen. Ja, omdat iemand op het knopje start de EFP. Ja. Ja, dat roepen ze dan in de regiekamer. En ze weten, op die zin moeten we drukken en dan gebruikt Bart een andere zin. En dan, dan is het natuurlijk onprofessioneel. En dan is dat maandag op de debrief van Bart. Dat is onprofessioneel. Dus de cue lines en al de posities naar waar je moet kijken, is dat iets wat je moet instuderen? Of kun je dat ook nog rondom jullie zien? Is er iemand die wijst nu? En we hebben wel in ons oor hebben we Ben, onze opnameleider, die roept... Bart blijven zitten, Bart blijven zitten, Bart. Ja. Want Bart is iemand die is... Bart, zijn hoofd gaat zo snel, dat is insane. Dus je zet ook altijd heel rap ook... Ah, ik moet dan naar die positie. Maar soms duurt het misschien een stukje langer. Ja. En dan moet Ben tegen ons zeggen, soms ook tegen mij, even blijven zitten. Want ineens zie je dan in plaats van een mens twee benen, hè? Ah ja, als je gaat staan. Ja, 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 dat is natuurlijk... Ja. niet ideaal. Niet wenselijk. Niet wenselijk, inderdaad. Mm-hmm. In het publiek draagt ook wel iedereen oortjes. Ja. Waarom is dat? Die krijgen ook aanwijzingen. Lachen, blijven zitten. Belangrijk voor het publiek toch dat die blijven zitten. Het is heel moeilijk om in het publiek into the moment te zijn. Alles over live televisie is, wees in het moment. Ja. Maar als er ineens een dansscène wordt verbouwd voor uw neus, dus al die Samson-zetels gaan ineens weg en er komen luchters en tafeltjes en een café en allemaal dansers. En je zou eigenlijk moeten geconcentreerd zijn op dat beeldscherm en je hoort zoef, saf, shaketak, verhuiswerk en droomfabriek, dan moet je blijven zijn dat je het echte geluid van die reportage in je oortjes hebt en zo kan je je concentreren. En niet de verbouwwerken voor je ziet. Ja. Ze kunnen nu ook zelf kiezen hoe luid ze zetten, dus mensen die slechthorend zijn, dat is gewoon veel handiger. Kun je ook een to the max, ja. Heb je ooit een testopname gedaan van de Droomfabriek voor de eerste aflevering on-air ging? Oh, ja, daar wordt hij direct naar Gloria gewezen, alsof zij ze heeft laten foutlopen. Wij kwamen daar allebei op dezelfde manier toe. Dus dat was afgesproken in december hebben we dat gedaan, hè? Toch? Dus afgesproken in Leuven op de redactie van ons productiehuis De Chinezen. Nog niet in de echte studio en zo? Nee, een soort een beetje nagebouwd in een silo. Oké. Oh. En dus ook niet met echt publiek? Wel, wij dachten dus, wij gaan aan tafel zitten en door dat scenario gaan. Maar we zijn ook allebei niet zo supergoed in onze mails grondig lezen. Dus het zal aan ons hebben gelegen. Dat wil ik al even... Disclaimer. Dus we komen daartoe. Okay. La, la, la. Scenariootje afgedrukt. Zeg, wordt leuk. En opeens zien we een call sheet hangen. En daar staat zo, call publiek, call technische ploeg. En we waren zo, huh? Wat? Publiek? Dus het is iets groter dan gepland. Ja. Dat was dan dus echt in een nagebouwde studio met publiek, met echt ook een geïmproviseerde multicamera set. Ja. Regisseur ook aan de regietafel. Voilà. Jawel, en onze bazen in het publiek. Van de VRT, hè? Pas op, hè? Van de VRT. De grote bonzen keken mee. Jullie, mevrouw Bongers, die zat daar. Het equivalent van mevrouw Bongers zat in het publiek en dan moesten jullie maar en performen. En er was geen autocue, dus we hebben ons daar doorgebluft. Ja. En zo, had je dat gelezen in uw mail? Nee, nee. Ja, dan moeten we ons erdoor bluffen. En dat lukte. En dan dachten we, oké. Ja, oké.
Maar het loopt ook soms mis, hè. Ja. In een live show. Dat kan al eens gebeuren, zeker, natuurlijk. Ik zeg maar iets. Een telefooncentrale. Die ontploft. Blijkt 1 à 2 keer niet te werken. Voor mensen die niet zullen mee zijn, op het einde van de aflevering kun je een ongelofelijke prijs winnen. Daarvoor moet je iets heel eenvoudigs doen, namelijk het juiste telefoonnummer opbellen. Ja. En dan kom je vanzelf in de studio terecht waarschijnlijk. Of niet, natuurlijk. Het ding is, je moet dat eigenlijk zien als een blijk van waardering. Namelijk, ja, 2 keer is die telefooncentrale ontploft, omdat het aantal telefoons dat binnenkwam, men had dat onderschat. Ja, ja. De eerste aflevering waren er 500.000 mensen aan het bellen. 500.000? Maar dat is verschrikkelijk. Wacht. Ja. Ben ik aan het liegen? Of was het 300.000? Iets met honderden duizenden. Het was echt zoveel. Het was insane. Voor de eerste aflevering had VRT dan een wedstrijdlijn gegeven van Studio Brussel, waar ze soms rockwerchte tickets op weg gaan. Ja. Maar dat is een lijn waar nooit meer dan 100.000 mensen naar gaan bellen. Nee, waarschijnlijk er niet. Er komen zelfs geen 100.000 mensen naar een rockwerchte. Nee, kijk, laat staan dat dat allemaal gewonnen tickets zijn. Zoals vragen. Waar zijn we over bezig? Heeft hier iemand betaald? Ja. Ik zie daar iemand zitten. Maar daar zijn dus technische dingen dan. Want hoe is dan de debrief nadien? Toch een ziedende Bart Peters. Dit kan niet. Het is een nummer pis van naar een blommaard. Over een mengehoten die daar zeiknat onder de urine staat. Van, sorry, maar Bart. Dat was wel echt spannend. Er zijn van alle dingen aan de hand in Nederland, hè, waar dat presentators zien wat aanstellen en zo. Ja. En ik had toevallig die week in een Hoons en Talkshow gezien iets van de commissie van Rijn die het wangedrag van presentatoren moet nagaan en zo. Mm-hmm. En die zei, ja, ik kan kort gaan, ik wil niet spectaculair worden, maar mensen zijn belangrijker dan kijkcijfers. Dus als er zoiets gebeurt, dan denk ik altijd, wat zei die Hollander nu weer? Ah ja, mensen zijn belangrijker dan kijkcijfers. Dat vooral niet zeggen, maar dat eventjes denken. Ja. En voor de rest hadden wij toch met elkaar afgesproken, we hopen dat er regelmatig iets misloopt. Ah ja. Dan pas zie je, nee, het is wel echt live. Ja, het was echt. Ja, ja. Want Bart heeft dat toen opgelost door in het publiek naar de kleurrijkste sokken op zoek te gaan. Ja, inderdaad. Ja. En ik stond ondertussen nog in dat theater. En dat was wel wat ik riep toen, denk ik. Ah, dat kan toch niet, dat gaan we nu toch niet doen. Omdat ook tijdens de repetitie was dat dus ook gebeurd. Ah, ja. Was het ook misgegaan? Ja, maar dat is ook gewoon omdat je daar op VRT, als je van binnen VRT naar iemand belt, dat is met dat beton en zo, dat is wel moeilijk. Als het al van binnen de VRT niet lukt. Ja, laat staan dat iemand uit Beernem. Okay, ja. We hebben dat nu gehad, straks gaat dat niet gebeuren. En had je toen ook al de sokken gedaan? Of was dat echt toen het moment? Of was dat zoal iets dat er is... Ik had er een paar in de aanbieding. Maar er is wel degelijk een debrief nadien dan. Zo. Of wanneer gebeurt dat dan? Is dat dan maandag, hè? De maandag. Ah, ja, maandag. Ja. Zeven, ze hebben die debrief van vorige week. Daarom. Oh, ja. Nu moeten wij eigenlijk in Leuven zijn. Ja. Ah, ja. Dus wij gaan zebiet rijden door naar Leuven. Ja, gaan jullie naar Leuven om daar te debriefen. En dan parkeren jullie die wagen ergens net voor de ingang. Ja, jij op een correcte plaats en Bart rijdt dan de plaats naar keuze. Ik noem dat een plaats naar keuze. Automatische deur de receptie binnen. Begroet daar die Chinezen. Parkeer hem, jong. Ja. Moet gaan vergaderen. Smijt die sleutels naar een of andere Chinees. Ja, zo gaat dat daar dan. Noblesse oblige. Jeff, ik denk dat we gekomen zijn. Vragen van de volgers. Het volk, hè, zoals ik het ook wel eens... Of ik durf het ook wel eens de frequently asked questions noemen. Ja, zo gaat dat in de analen van achter de schermen zitten. Jens Minke, die vraagt... Haat Gloria als er op haar verjaardag in de Gloria wordt gezongen? Ik haat dat niet, maar er zijn wel veel personen dan eerder van het mannelijke geslacht tussen de 16 en de 25 die dan zo doen. In de Gloria. In de Gloria. Oh ja, omdat en dan denk ik een beetje... altijd... Ja. Vooral omdat die ook altijd denken dat dat de eerste keer is dat ze dat bedacht hebben. Top-tier comedy is, ja. Omdat dat natuurlijk een beetje een dubbelzinnige bijklank is. Voor de slecht verstaande luisteraar. Ja. Dus ik haat dat niet, maar ik word daar wel heel ongemakkelijk van. Dus ik heb liever Happy Birthday. Dus haat Gloria het? Nee, maar kijk niet dat zo knipoogend bij In de Gloria. Omdat dat is... Vooral mannen tussen 16 en 25. Vanaf 26 mag het terug. Nee, gewoon dus, zwijgen. Omdat de chef zag zijn kant al klaar. Mogen allemaal zwijgen tegen mij. De Stitch vraagt, zijn jullie ooit al jullie bankkaart kwijtgeraakt? Ah, ja. Ik heb hier een paar weken geleden verteld dat ik op Aalst Carnaval mijn bankkaart ben kwijtgeraakt. Ja, de chef heeft niet alleen intrigerende dromen, je hebt ook interessante anekdotes in het echte leven. Superstraffe anekdotes. En als wat was je verkleed? Ik was als de Spaanse voetbalvrouw Hermoso verkleed, die
ongewild op de mond gekust werd door haar voorzitter van de Spaanse voetbalbond, toen ze wereldkampioen werd. En dus kusten wij als voetbalster iedereen op de mond, ah, ja, als ze het toelieten natuurlijk. Want je hebt ook een vooraanstaand Aalstenaar daar gekust. Ik heb de vorige schepen van openbare werken op de mond. Openbaar bewerkt. Ja, openbaar, ja. En vol op de mond gekust. Oh, ja. Maar ze wou het. Maar ze wou het, ze is ook voorstander voor een meldpunt van grensoverschrijdend gedrag. En de interviewer vroeg nadien aan haar van... Was dit al een voorspraak? Ze zei nee, het was heel aangenaam. Ah ja. En het was met wederzijdse toestemming. Lijkt me zo'n type vrouw die dan ook de droom instuurt om eens hardhandig opgepakt te worden. Ja, ik denk het wel. Ja. Maar met consent. Maar dus, zijn jullie ooit al eens jullie bankkaart kwijtgeraakt? Ja, daar kwam de vraag natuurlijk vandaan. Ja. Ik wel. Maar volgens mij, in de bank van Boeghout, hè, is er nu iets... Dus als je bankkaart insteekt, dat zo flash, ting, dat was vroeger. Zeker niet vergeten, ja. Dus nu is dat bijna onmogelijk. Ah, ja. Dus je wordt zo elektronisch bijgestuurd, digitaal bijgestuurd, zal ik maar zeggen. Ja, ja, wel ingeslikt. Mijn bankkaart is ook al ingeslikt. Je hebt die bankkaart al eens ingeslikt. Het is hier lachen, hier brullen. En de glorie. Ja, goed. Wat is zo het meest legendarische dat jullie ooit al zijn kwijtgeraakt? Ah. Onze hond? Die was langs achter, totaal verdwenen, en die kwam zelf bellen aan de voordeur. Wat dan nu? Die stond zo zelf te snuffelen aan de voordeur. We zijn die vroeger nog eens kwijt geweest, maar dan was het toch minstens in het gemeentepark. Allee, ja. Dan was dat echt zo'n klopjacht en de hele buurt was betrokken. Ja, ja. Onze hond is nu, dat is een golden retriever, de Pebble, die is nu een dagje ouder. Dus die ontsnapt dan wel langs achter, dan bleek er blijkbaar een poortje open te staan. Maar die komt zelf aanpoten, zal ik maar zeggen, aan de voordeur. Ah, ja, dus dat viel geweldig. Die heeft er zelf dan ook door na een tijd van, dit gaan we niet doen. Dat is zoiets van... Het is het ook niet. Maar nee, ja, het is vanavond Chantal en dat wil ik wel zien. Ja. Ik heb ook nog een hondenkwijtverhaal. Oh, ja? Ik ben ooit de hond kwijt... Ik ben ooit de hond kwijtgeraakt van Doortje, van Antuts. Oh, wow. Ja, vreselijk. Dus, Doortje, Antuts, ook wel zo wordt ze ook wel genoemd. Hè, door intimie. Ja, maar ze was toen wel echt... Doortje. Je was op de set van Doortje. Ik was mee met mijn mama naar de set van de kampioenen, want mijn mama heeft lang de vrouw van Boma gespeeld. Ja, en dan soms waren mijn paas en mijn krokusvakanties in de VRT, want de studio's van de kampioenen waren daar. Ja. Antuts nam dus haar hond mee. Flossie, denk ik dat die. Flossie? Ja, dat weet ik niet zeker. Ik denk het. Flossie is wel een leuke hondennaam. Ja, en ik mocht met Flossie gaan wandelen in het bos van de VRT. Superleuk, mega toffe hond. Ja, we moeten mensen zich niet te veel bij voorstellen. Nee, dat bos dat aangrenst aan dat schimmig parking. Ja. Ja. Liefst dan als jong onschuldig meisje voorbij die uitbrandende auto's. Flossie. Nee, maar dat is aan de andere kant, dat is achter de VRT, waar ze nu het nieuwe gebouw aan het zetten. Ja, okay, maar toen dacht ik nog, dat is het Zwarte Woud. Snap je? Ik dacht echt, dat is een gigantisch... Het Zwarte Woud is in Duitsland. Hè? Het Sonjewoud. Ik dacht toen echt, vanaf nu, van hier is de grens en dan is het alleen nog maar bos. Ja. En die hond was los en die was weg. Ah. Want ik was Christine tegengekomen van Go4, de Catnet Rapster. En ik was flabbergasted, dus ik was daarmee aan het babbelen. Ik dacht, ik ben met de hond van Doortje aan het wandelen. Ik weg, die hond weg. Dus ik... Wenend in dat bos. Ik dacht, ik ga die nooit meer terugvinden. Oh, liep je daar zo wenend rond? Flossie, Flossie. Oh. Dus ik ga dat moeten gaan zeggen tegen Anne, tegen Doortje. Ja. Ik terug naar de loges van de kampioenen. En ik zeg dat eerst tegen mama. Ik zeg, mama, ik ben de hond kwijt en ik weet niet wat ik moet doen. En is weggelopen. En Antut zegt dan van, maar dat doet hij vaak, maar die komt wel terug. Dus die is super chill. Ik weet ook niet meer hoe dat hij dan terug is gekomen of ik dan ben blijven zoeken. Maar uiteindelijk is hij terug naar de loges gelopen van de VRT. Maar ik vind zelfs al de weg niet in de VRT. En dus die hond wel, die Flossie dat wel. Wel, mooi pakkend verhaal natuurlijk. En met een goed einde. Ik heb eigenlijk ook nog een straffe anekdote voor honden kwijt zijn, maar die ga ik de volgende keer vertellen. Oké. Ik wil nog één laatste ding hier wel nog toelichten. Tof. We hebben niet alleen vragen van volgers binnengekregen, maar ik zag ook nog dat er dat we op YouTube bepaalde comments krijgen. Hè? De comments van het volk noem ik dat ook wel eens. Ja. En daar is een comment onder de video van deze podcast geschreven door Jenny Verheijen. Ja. En die schrijft, Pieter Jan maakt mij blij met zijn verschijning en commentaar. Proficiat. Jenny, 93 jaar. Mooi, toch? En ze schrijft ook nog, hoe mooi is Pieter Jan? En heel ad rem. Jenny, onder een andere video. Ja, dat. Je weet dat ik, hoe zot dat ik sta van research. En ik dacht nu, amai, Jenny Verheijen, like zo'n soort synoniem voor Jennifer Heilen of zo. Ja. Dus ik ben die vrouw eens gaan researchen. Bestaat die echt? En inderdaad, ze bestaat echt, want ze heeft al zelfs in de Gazette van Antwerpen gestaan. Meer bepaald op 9 juli 2015. En dat was een artikel getiteld Antwerpse superfan Jenny, tussen haakjes 85, klopt met de datum, want ze is nu 93, ontmoet haar held Peter Sagan. De Gazette van Antwerpen schrijft, het is gelukt, superfan Jenny Verheijen uit
Antwerpen heeft haar idool Peter Sagan ontmoet. Ze bezorgde de Gazet van Antwerpen zelf de foto van dit ultieme geluksmoment. Dat is een mooi verhaal. Ze had zelfs haar nagels toen groen geschilderd om haar idool te steunen en vertelde dat ze Sagan dolgraag wilde ontmoeten. Oh. Nadien nam Jenny zelf contact op met de mensen van Hotel Ter Elst in Edegem, waar de Tinkoff Saxoploeg zou verblijven. Van hen mocht Jenny maandag, de dag van de toerit in Antwerpen, vanaf 7:30 zelf plaatsnemen in de hal, waar ze de ploeg van Tinkoff Saxo zelf kon observeren en even kon praten met Sagans verzorger. Die bracht Jenny's hartewens in vervulling en regende zelfs een ontmoeting met Sagan zelf aan de ontbijttafel. Wauw, mooi. Maar ze is dus veranderd van... Ze is nu, van Peter Sagan. Van Peter Sagan. Pieter Jan. Sagan. Marchand. Mooi, hè? Ja, het is wel mooi. Het heeft wel. Ja, ze, wel leuk, toch? Ik stel voor dat ze eens contact opneemt met uw verzorger om u te ontmoeten. In het Ter Elst Hotel in Edegem. Ja, ideaal. Ja, goeie locatie. 7:30 ontbijtje. Goed, ik denk dat ons stilaan brengt. Het mooie, pakkende verhaal. Het toch de glimlach op onze mond brengt. Om ons met onze natte haartjes richting het eindlied te begeven. Hè. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Ik ben Pieter Jan, ik ben heel mooi en ook atrem. Dat beweert toch super Fanny, Jenny V met klem. Misschien moet ik me maar eens over haar ontfermen. En dan duik ik samen met Jenny achter de termen. Oh, achter de schermen, achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Wie heb ik aan de lijn? Ik zeg hallo, hallo. Ja, niemand aan de lijn. En dat in een live show. Oei. Maar ach, dat probleem krijg ik zo wel van de baan. Want ja, ik heb vandaag mijn felgekleurde sokken aan. Oh. Achter de schermen. Ja, het was weer waar. In de Vlaamse media. Vekemans kostuum in Lommel, dat is top. Ja. Grappige gekke outfits en zelfs iets voor op je kop. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind hun aanbod echt geflipt. Want hoe krijgen we het 60.000 kostuums verwerkt in ons script? Achter de schermen. Ja, het was weer wat. In de Vlaamse media. Joost Klein gaat naar Europa, naar de stad Malmö. Maar ik blijf liever thuis, want Zweden ben ik beu. In Malmö eet men knakkebreud, thuis of in de kreug. Dan denk ik, geef mij toch gewoon brood voor morgen vreug. Ja. Achter de schermen. Ja, het was weer wat. In de Vlaamse media. Ongelooflijk. Ongelooflijk mooi eindlied. Prachtig. Prachtig. Gloria en singer-songwriter Bart Peters ook hier aanwezig. Hè? Ik bedank Jenny V natuurlijk in eerste instantie. 93 jaar. En daarnaast bedank ik dan natuurlijk Gloria Montserrat om hier vandaag aanwezig te zijn. Oh, bedankt voor de parkingtips. Ik bedank ook Jeff Bronder. Evident dat hij hier aanwezig was. En tenslotte ook natuurlijk A-lister Bart Peters. Mag ik dan Pieter-Jan Marchand bedanken? Oh ja, dat zou wel fijn zijn. Dat is eigenlijk een unicum. Dat gebeurt zelden tot nooit. Maar eigenlijk ook Chef Blonde. Dat onderscheidt de grootte van de kleine. Van de kleine natuurlijk. Dankjewel ook om hier te luisteren. Volgende week zijn we er weer. Woensdag is dat altijd. Ja. Tot volgende week. Doei.